Dit programma wordt je aangeboden door Fuego Bar & Grill in Volendam. Hey, daar zijn we op deze vrijdag met het Sint en Pietenjournaal. Nou, wat er gisteren nou allemaal weer gebeurde, ik weet niet of het plan van Pietje Piet en die andere Pieten gaat lukken, hoor. Ik denk dat er iets meer pastel aan uw kleding toegevoegd moet worden. Pastel, past dat wel? Ja, dat past wel, want dit kan echt niet meer. Dit kan niet meer, Pietje Piet. Waar heb je het nou eigenlijk allemaal over? U moet met de tijd mee. Een nieuwe mantel, ik moet er niet aan denken. Ga maar lekker slapen, Sinterklaas. Ja. Je mag me wel een klein duwtje geven, Zwarte Piet, maar zo moe ben ik nou ook weer niet dat ik nu al het bed in moet. Oh. En dan ben ik toch wel blij dat ik nou eindelijk in mijn slaapkamer ben, dat ik eens even kan uitrusten. Het was me een dagje overigens wel. Oh, kijk, de Zwarte Piet hebben mijn mantel al opgehangen. En Oppe Piet heeft het hier ook allemaal al keurig neergezet. Mijn schoenen staan er ook voor morgen. Ik ga eerst toch maar eens eventjes een beetje slapen. Als je zo'n dag ook bezig geweest bent, dan is natuurlijk een uurtje, een dutje doen, is toch eigenlijk wel heel erg lekker. Alleen mijn pantoffels nog eventjes uit. En Pieter, het boek dan? Het boek, dat kan toch ook niet meer? Ik heb zo'n hele mooie iPad. Dat kan alles in één. Je krijgt last van je telefoon, man, van dat boek slepen. Want ze willen alles moderniseren, maar ik weet niet of Sinterklaas dat nou een goed idee vindt. Nou ja, de volgende vraag van Demi, die heeft ook te maken met mode. Want Demi vraagt waarom Sinterklaas nou gouden schoenen draagt en alleen maar rode pantoffels, terwijl iedereen toch meerdere paar schoenen heeft. Nou, we gaan voor dat antwoord even naar Antwoord Piet. Demi Sinterklaas, weet u nog Demi? Demi. Demi stelt de vraag, waarom heeft u gouden schoenen en rode pantoffels? Ik ben een keer bij Demi thuis geweest, Sinterklaas. Ja? En er stonden wel 20 paar schoenen in de kast. Het is niet waar. Ja, echt waar. En wat vond ze dan dat ik aan moest trekken? Ja, ik denk iets moderner. Maar u heeft maar 2 paar schoenen en ze zegt dat iedereen meer paar schoenen heeft. Wacht, Sinterklaas. U heeft nog een paar schoenen. U bent keeper geweest bij Real Madrid. Mijn voetbalschoenen. Die voetbalschoenen, die heeft u aan. Altijd als Real Madrid. Als Real Madrid op de televisie is en ik zit naar de tv te kijken, dan heb ik wel eens mijn voetbalschoenen aan. Zo, Sinterklaas? Nee, niet met de schoenen op tafel. Dat mag niet. Nee, dat mag niet, Sinterklaas. Maar ik heb ook wel eens mijn pantoffels aan, hoor, als ik naar het voetbal zit te kijken. Dat is wel lekker. Lekker. Ja. Dat zit niet zo strak. Ja. Maar zouden wij dan eens in een winkel moeten kijken, Antwoord Piet, of ik misschien eens een laarzen moet aanschaffen? Dat kunnen we doen, Sinterklaas. Maar moeten dat dan wel rode of gouden laarzen zijn? Ja, zie jij mij in groene laarzen lopen? Nee, Sinterklaas, dat zie ik niet voor me. Maar ik vind het van Demi wel een hele verstandige vraag. Demi, een leuke vraag. Doei doei! Nou, wat een rare Piet toch. Wat was dit nou weer voor antwoord? Nou ja. Hey, John, hier Opperpiet vanuit de regiekamer. Ja, Opperpiet. Schoenen, John. Ja, dat is ook weer zoiets. Jij koopt toch ook wel eens nieuwe schoenen? Ik heb laatst vorige week trouwens, sinds 2 weken terug in Madrid nog nieuwe schoenen gekocht. En Sinterklaas is ook, die gouden, die vertonen wel wat slijtplekken. Dus misschien moet hij toch maar eens kijken voor nieuwe schoenen. Ik weet niet of hij het leuk vindt, hoor. Wacht. Ik pik een signaal op van Reporter Piet. Reporter Piet, ben je daar? Hallo kijkers, hier Reporter Piet. De Piet die alles ziet.
Op dit moment zijn we live bij de schoenenzaak waar Sinterklaas naar binnen wordt geduwd. Ik bedoel natuurlijk gebinnen wordt geduwd. Sinterklaas, kijk, hier moet u zijn. Kijk, hier heb je een zeil. Kijk, hier. Hier moet u naar binnen kijken. Zeil. Sinterklaas, ik heb hele mooie schoenen voor u gezien. Kijk, deze schoenen, die kunnen echt niet meer. Ik heb roze gezien en pastel, uw lievelingskleur. Kom. Kom Sinterklaas, we gaan even naar binnen. Kijk, Kosti. Ja, wauw. Kijk al wat een schoenen. Deze vind ik erg mooi. Oh. En jij, deze niet. Pak ze maar in. Ze zingt niet alleen, die danst ook de tango. Ja, ik denk dat ik hier heel goed op kan dansen, ja. Wauw, Sinterklaas, dit is hip! Ik zoek wel iets voor u eigen Sinterklaas. Ik zal toch zweren dat ik Americo hier ook hoorde. Ik miste hem vanochtend al. Wauw! Ja. Wauw, Sinterklaas! Deze! Sinterklaas, geloof me, kom niet uit dit bashokje. Montserrat is in de winkel en ze heeft nieuwe tango-schoenen gekocht. Nou, Piet. Waar ben je nou allemaal mee bezig? Wat een lelijke schoenen heb je voor Sinterklaas. Maar die vrouw, die komt me zo bekend voor met die Spaanse kleding. Wie is dat nou? Nou, misschien heb ik morgen het antwoord voor jullie. Tot dan. Dit programma wordt je aangeboden door Fuego, Bar & Grill in Volendam.